Hey, kijkers van Yui, welkom weer in een nieuwe update video van Unturned. Je ziet al, ik ben helemaal in camo outfit. Het heeft ook te maken met de update van vandaag. En hij is goed hoor. Het is een klein updateje, maar hij is bizar. Ik ga ook gewoon gelijk beginnen met, ja, de helikopter ziet er maar gelijk staan. In de vorige, ja, in mijn super grote map showcase, zal ik de video even aan het einde van de video een linkje erin zetten, zodat je die ook kan bekijken als je het niet gezien hebt. In ieder geval, dan had ik deze grote chopper had ik ingespond en ik heb deze al eens eerder gezien. Kijk, officieel, de vliegenier, zou ik maar zeggen, zit hier zo. En hier zo zit dan iemand die kan schieten. Ja, dat was dat. Zo zijn deze helikopters ontworpen. Maar je kon niet schieten. Nee, ik zeg het al, kon. Want sinds deze nieuwste update hebben we hier zo. Zie je het voorop, zit die. Hij is ook paars of zo. Ja, dat zie je. Hij ziet gewoon. Ik ga er ook gelijk even in. Nee, wacht, verkeerde knopje. Hier. F2. Kan je ook, letterlijk heb je nu de gunner seat. Als ik in F1H ga, zie je dan ook. Ja, je zit er wel gewoon voor in, maar je hebt gewoon letterlijk deze aim. En je hebt dan gewoon een geweer. Hier kruipt wat dit. En je moet ook, als het goed is, kijk, ik heb ook dit ding bij me hier zo. Het is de munitie. Als ik op R druk, kan ik het reloaden. Natuurlijk, het zijn, als ik er een H ga. Maar dan kan je niet schieten. Oké, mijn best. In ieder geval, je ziet al, echt, ik moet zeggen, ik vind het super ziek. Zo horen deze helikopters namelijk ook te zijn. Maar nu, ik had niet verwacht dat ze ook echt het zouden toevoegen, want buiten de tank waren er echt geen voertuigen die konden schieten. Dus ik wist niet of dat in de engine van Unturned helemaal mogelijk was. Maar goed, tanks waren er, dus nu ook deze. Super, echt, ik vind het super vreed. De munitieboxen die ik hier heb, zijn niet zo zeldzaam als tankkogels, maar nog steeds wel heel zeldzaam. Hoor. Dus ze liggen niet voor het oprapen, maar echt super vreed dat je gewoon nu een gunship hebt, of zo heet, dacht ik. Verder heb ik ook nog andere leuke dingetjes. Als je mijn laatste, mijn maffia video hebt gezien, hoorde je daar overal gebron op de achtergrond kwam, omdat ik natuurlijk in het gebied was met heel veel generators. En dat is natuurlijk snoer irritant dat je dat gegenerator hoort. Daar hebben ze al altijd best bij het turret ook achtergekomen, dus daar hebben we nu. Hier, ik zou goed mijn mond houden. Hij is een stuk zachter geworden. Want het geluid is nou ook kapot irritant dat je het heel tijd zo hard hoorde. En niet alleen dat geluid was super hard, ook het geluid van de auto. Ik zal het even ingaan, probeer mijn mond te houden. Ook deze klinkt een stuk zachter. Dus al de geluiden die echt pothard waren, hebben ze gewoon eruit gehaald. Wat ik trouwens ook even gedaan. Ik wil met mijn gunship op deze auto schieten. Ik stel het even hier zo neer. Dan gaan we ook even kijken of zo die kapot gaat. Zo. Hoppakee. Want het is toch, ik moet zeggen, deze twee dingen zijn natuurlijk leuk, want het geluid was wel erg hard. Daarbuitenom hebben ze ook nog allemaal fixes toegevoegd. Deze map is natuurlijk net nieuw, ze heeft allerlei fixes. Even kijken, F2. Uit haar gaan, dus hij is ook nu een stuk. Ik kan hem zeker niet zien vanaf hier. Sorry. Weet ik wat ik hem doe? Dat doe ik gewoon even zo. F. Dan ga ik eigenlijk een klein stukje terug. Maar heel tussen zou ik even vertellen dus. Een hele lijst aan fixes, bug fixes die deze map natuurlijk had. Ja, als een map online komt, dan krijg je natuurlijk altijd. Dan worden die dingen natuurlijk ontdekt door de community. Ik heb het ook al gezien op YouTube video's. Nou ja, gelukkig maar. Het zijn echt een hele lijst. Ik ga ze niet allemaal opdoen hoor. Is er uitgehaald. Oké. En hierna ga ik nog even laten zien over de ghillie suit. F2 is het dan. Oké, daar is de auto. Ziet hem heel slecht. Boom. Oké, hij is dus niet zo super overpowered als je ziet. Want dit is gewoon een normaal autootje, niet eens gearmord. Hij is niet zo super sterk, dus maar goed. Je kan natuurlijk wel vliegen, schieten en het is best wel heel erg ziek. Ik wil zeggen, nog steeds breed. Ik weet niet of jullie het al gezien hadden op de achtergrond. Ik had expres gecamo'd. Dat is namelijk ook nieuw deze update. Camo netten. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb het hier nog een beetje overheen gegooid. Maar wat je ook kan zien. Kijk, je hebt twee soorten camo netten. Ik heb ze even altijd hier achter geplaatst. Deze en de wat donkere. Deze is wat beter voor deze map. Kijk, al gras hier andere kleur dan namelijk op andere mappen. Die in Noord-Amerika zijn. Als ik het zo doe, dan zie je ook dat mijn ghillie suit niet zo geweldig goed die werkt eigenlijk. Omdat dit namelijk ghillie suit is met deze kleur. Goed, deze is van Rusland, deze is van anderen. Maar zou je denken, hoe kom je aan dit spul? Kan je het vinden? Een grappig is, je kan zelfs craften. Dat ik even laten zien. Kleren uit. Crafting. We staan erbij. Even kijken hoor. Ik heb het voorbij zien komen. Oké, als het goed is, ik word nu gefixt. Ja, kijk maar, ik had het blog bekleerd op de grond gegooid. Nou, dat is het punt. Van Gilly's Vest, of van elk Gilly-zooi, kan je nu kijken, craft. Hup, en dan heb je net. Dan heb je Gilly, planten.
Agilinet heet het eigenlijk wel. Je kan nog maar niet doorheen lopen. Nee, dus je kan dat aspect dus kijken zo. Je kan niet doorheen. Maar ja, ik denk wel dat het nog in de toekomst anders gaat worden. Want het is best wel duur om van een ghillie suit dit te maken. Want, kijk wat ik doe. Maar is een paar klapjes. Ik zal met die guns er maar eens op schieten. Een paar gunshot en dan is al weg namelijk. Ik had er misschien weer dat ding even doen, maar... Dus het is een beetje... ik moet zeggen, het is cool. Ik vind het een hele leuke toevoeging. Dat van ghillie suit is gemaakt, is leuk bedacht, maar... Het is een beetje duur voor, want het wordt er zo afgeknald, zeg maar. Hier, nog een keer dat gunship. Ik heb nog een paar kogels nog. Is dit gewoon tot? Ja, zie je daar ook een afgeschoten. Zo, vind ik best wel heel erg makkelijk. Dus het is een beetje, als zo'n ding alleen al overvliegt, dan ben je natuurlijk al je ghillie zooi kwijt. Dus het is een beetje duur, maar goed, dat heeft nog een grote potentiële kans voor in de toekomst. Dus ik moet zeggen, een klein updateje. Maar toch een hele goeie. Gunship, super vreed. Die geluiden zachter, dat kon geen kwaad inderdaad. En ghillie net. Nou, maar hoor niet. En een heleboel bugfixes en dat soort gekkigheid van deze nieuwe map in Rusland. Ik wil zeggen, dankjewel voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal. Ik maak gewoon Untert video's en Untert update video's. Zeker een reden om te abonneren. Deze was een kleine, maar goed. De volgende keer is misschien weer een grote. Het kan alles worden. Ik zeg gewoon dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.